Hier zien we de walnoot Wunder von Mann Repo. Dit is wat ons betreft de allerbeste en de allerlekkerste noot die we zelf hier in Nederland kunnen verbouwen. Zelf kunnen telen. Dus wat jullie ook zeker kunnen zetten in je voedselbos, permacultuur of misschien ook in je fruitgaard. En de Wunder von Mann Repo, dat is een hele mooie blanke noot. Kijk, deze die zijn nu een paar dagen gedroogd. Deze die is nog nat. En ze kleuren echt mooi blank weg. Ze hebben weinig groeven. Ze openen redelijk makkelijk. En de smaak is echt uitmuntend. En dat bepaalt niet alleen waarom we het zo'n goede noot vinden. Maar de noten die hebben een mooi middelformaat qua uiterlijk, qua gewicht. Dus je hebt niet extreme grootte. Als we bijvoorbeeld de Tiara nemen, die is veel en veel groter. En die is ook heel lekker trouwens. Wij willen meestal de grootste noten wat er is als mens. Alles wat maar zo groot mogelijk kan, zo extreem mogelijk, dat willen we wel hebben. Want bijvoorbeeld de lange van Lat, dat is een extreem grote noot. Maar die is dan weer minder houdbaar. Die is tot 1 jaar en dan is het ook klaar. Maar de Wunder von Mann Repo, die heeft een hoog oliegehalte. Zeer goede smaak. Hij is weinig vastgevoelig in ons land. Dus dat houdt in dat hij vrij laat begint uit te lopen in het voorjaar. En zo de nachtvasten in ons land ontloopt eigenlijk. Hij heeft een apomictische vruchtzetting. Dat wil zeggen dat hij noten zet zonder bestuiving in optimale omstandigheden. Dat is niet elk jaar. En hij is in principe ook ten dele zelf bestuivend. Dit is een hele lekkere, goede noot. Ik zal nu het boompje laten zien. We hebben hem bewust hoog opgesnoeid. Dat doen we bij eigenlijk alle walnoten hier. En de stam die is nu ongeveer 4 meter. Dus je hebt zometeen een hele mooie rechte stam. Wat straks mooi kwalitatief hout geeft. Maar dat doen we er natuurlijk niet voor. Maar wat je vaak ziet is dat de takken naar de grond zakken en dan zagen mensen ze af en dan krijg je dus grote wonden. En die wonden dat resulteert weer in een holle stam uiteindelijk doordat het gaat inrotten. Maar hij waait mooi breed uit. Hij heeft een behoorlijke open kroon. Ik zal er iets dichterbij proberen te komen. En de opbrengst is vrij stabiel. Dus elk jaar heb je een goede opbrengst van heerlijke noten. Wat ons betreft naast het jaren dus de nummer 1. En dit is ook eentje die heel geschikt is voor winkels. Ook streekwinkeltjes, want je ziet wel eens walnoten die heel grillig zijn. Er zit allerlei zwart materiaal nog aan. Dan zie je in de groeven, dan blijft dat hangen. Dan heb je veel werk om ze schoon te maken. En deze, die, wat we ook zien, is dat ze niet snel schimmelen. Doordat ze heel goed hun vocht afgeven aan de lucht. En dat heeft te maken met de buisjes, die eigenlijk de cellen die in de bas zelf zitten. Of in de schil, hoe je het noemen wilt. En dat zorgt er dus voor dat ze vrij snel kunnen drogen. En het oliegehalte is heel hoog, dus ze zijn heel houdbaar. De smaak is heel goed, er zit niet heel veel bitterheid in. En de balans tussen zoet en bitter is heel goed bij deze noot. Dus je hebt niet per se een hele zoete noot met nul bitterheid. Maar er zit wel iets bitterheid in, maar dat is verder niet storend. En dit boompje die wordt verder ook niet heel extreem groot. Ik denk dat die uiteindelijk 8 tot 10 meter zal worden. Maar dan hebben we het over 30 jaar hoor. En doordat we hem hoog opsnoeien, dan heeft hij al gauw lengte. En als je hem gewoon niet zo ver zou opsnoeien, dan zou hij veel lager geweest zijn. En veel meer tak aan de onderkant gehad hebben. Dat willen wij dus niet. Wij willen een mooie rechte stam hebben. Waar we goed onderdoor kunnen blijven lopen. En wij niet in de toekomst elke keer takken hoeven uit te snoeien, zodat je de boom beschadigt. Dus nogmaals, dit is ook eentje die echt een goede kern heeft, die echt prima in de winkels past. Je hoeft niet die Californische noten te kopen die gebleek zijn. Want deze noot die is van nature zelf al bleek. En je krijgt hem dus heel schoon van de boom af. De nummer 1. Wunder von Mann Repo.